blijft me tot op de dag van vandaag verbazen over hoe de mensheid zich in alle mogelijke richtingen uit ontwikkeld heeft. Ja. Kleur, spraak, taal, culinair, architectonisch. Het blijft gewoon fascinerend. Het zal nooit weggaan. Ik ben geboren in Liberia, ergens in het noorden van het land. En nog geen 10 jaar ging ik migreren naar Kuwait. Mijn vader was daar professor in biologie. De enige reden dat ik dat voor mezelf goed kan doen, is omdat we altijd verhalen maken waarin we mensen hopen te inspireren en hopen na te laten denken over hun eigen leven. Ik ga nooit zomaar stomzinnig ergens heen en dan laat ik het lokale strand zien of zo. Ik maak altijd verhalen over mensen.